Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik wil het vandaag eens met jullie hebben over iets van vroeger. Namelijk een fietsongeluk die ik heb gehad in 2012. Niet per se een heel erg ongeluk, dus je hoeft niet te kijken voor sensatie. Maar ik wou het even vertellen. Nou, het was op een dag dat ik nog op school zat. Ik zat nog op de lagere school, voor mij wel in de laatste klas. Maar ja, goed. En op een gegeven moment mochten we naar huis. Dus ik stap op de fiets en mijn moeder was er ook bij. En we gingen naar huis fietsen. En het was een beetje glad die dag, weet ik nog. Dus ik verloor op een gegeven moment mijn evenwicht. Dus ik probeer mijn voet nog op de grond te zetten. Maar ja, ik knits zo op de grond. En ik dacht, jezus, oh, dat deed wel zeer. En dan heb je natuurlijk je moeder erbij. Dus die is natuurlijk gelijk hartstikke bezorgd als moeder, wat logisch is. Dus ja, dat was niet zo fijn. En ja, je houdt er natuurlijk ook niet van dat mensen overbezorgd over je zijn. Vind je natuurlijk ook een beetje vervelend, maar ja, dat heb je als moeder nou eenmaal. Dus dat was ook lastig voor mij. Dus ja, op een gegeven moment ben ik dus bij mijn moeder achterop gestapt op de fiets. Dat komt toen nog, want toen was het nog niet zo zwaar als nu. Toen was ik ook 10 jaar jonger. En toen zijn we daar naar huis gereden, hebben we de fiets even daar ergens laten staan. Gewoon bij de school, op slot. En ja, toen ben ik met mijn moeder achterop naar huis gereden. Ik zat thuis. Ik zat allemaal onder de schaafwonden, mijn hele armen. Ze zaten allemaal onder de schaafwonden. Het zag er niet uit, maar ja, wat doe je eraan? En ja, toen heb ik een tijdje, wou ik niet meer fietsen, want ik dacht, ja, straks val ik weer, dat gaan we niet doen. Dus hebben we een tandem gekocht. En toen ben ik heel vaak met mijn moeder op de tandem naar school gefietst. Mijn moeder had toen nog geen rijbewijs, dus we moesten wel met de fiets. En mijn vader moest ook heel vaak werken. Maar ja, dus op een gegeven moment, ja, ging er wat met de tandem. En op een gegeven moment ben ik wel weer gaan fietsen natuurlijk. Heb ik het langzaam weer opgepakt. En ik fiets nu gewoon weer elke dag naar mijn werk en terug. En de andere dingen. Dus ik ben wel over de angst heen gegooid. Maar ja, dat heb je een beetje met zo'n fietsongeluk. Nou ja, goed. Dat was het een beetje. Ik bedank jullie voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.